Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we wederom kijken naar de European Chess Club Cup, een soort EK voor schaakclubs. Jordan van Voorhees doet mee namens een van de favoriete club Super Chess en laten we gaan kijken naar zijn partij uit ronde 6. Van Voorhees speelt met de zwarte stukken en zijn tegenstander Ihor Samoylenkov speelt met de witte stukken. We zien een d4 opening. En een Queen's Gambit op het bord. Maar het gaat zeker geen traditionele Queen's Gambit worden met de zet d5. In plaats daarvan zien we dat Van Voorhees ervoor kiest om beide lopers te fianchettoen met loper naar g7 en loper naar b7. Daardoor komen de lopers op een mooie open diagonaal te staan. Of in ieder geval een lange diagonaal. Deze diagonaal is niet per se open. Maar een van de openingsprincipes die wordt genegeerd door Van Voorhees is een pion in het centrum plaatsen. We zien, nadat beide spelers parokeren, dat wit er zelfs voor kiest om de zet d5 te spelen. En daarmee voorkomt wit dat zwart makkelijk zelf een pion in het centrum alsnog kan plaatsen. De zet d5 is onmogelijk en de zet e5 kan altijd beantwoord worden door en passant. En dat wil je zeker niet altijd toestaan. We zien ook dat deze pion overigens voor zorgt dat het paard niet naar het natuurlijke c6 veld kan. In plaats daarvan zien we paard a6, we zien paard c3. Paard c5 om het paard toch in het spel te brengen. En we zien hier dus het paard d4, waarna e5 alsnog wordt gespeeld. Van Voorhees kiest er alsnog voor om een pion in het centrum te plaatsen. En de vraag is dus, kan deze pion en passant slaan? Dat kan wel. Het probleem is echter dat deze set niet heel effectief is. Ten eerste, belangrijk, is deze loper verdedigd. Je kan niet deze loper winnen omdat het paard de loper verdedigt. En ten tweede, als we kijken naar de centrale controle, zien we dat wit nog maar één pion een soort van in het centrum heeft, de c4 pion. En het veld dat de c4 pion controleert, controleert de e6 pion ook van zwart. Dus dit is niet heel effectief. Terwijl als we teruggaan naar deze positie, zien we dat wit veel meer centrale controle overhoudt door de pion op d5 te laten, waar het deze twee belangrijke velden controleert. Vandaar dat wit niet en passant slaat, maar paard c7 speelt. We zien a5 op het bord om b4 te voorkomen. We zien b3. D6 om het centrum te stabiliseren. En we zien de zet E4. En wat we hier zien is dat we een gesloten positie krijgen waarin de pionnen nog niet zijn geruild ten eerste. Ook de pion aan de koningvleugel. En ten tweede dat vooral het centrum ook zeer gesloten is. En dat levert eigenlijk twee dingen op. Twee vraagstukken. Ten eerste is het zo dat als de positie gesloten is dat je meer tijd hebt in de positie om die stukken te manoeuvreren. Dat gaan we ook zien in de komende zetten. De reden waarom dat zo is, is omdat beide spelers niet gebruik kunnen maken van een snelle aanval. Omdat eigenlijk alle lijnen en diagonalen gesloten zijn. Ten tweede is de vraag, welke pion breaks zijn er? Op welke manier kunnen beide zijdes eigenlijk een pion naar voren schuiven om de status quo van de gesloten positie te doorbreken. We zien natuurlijk dat wit de keuze nu al heeft om f4 te spelen. Zwart heeft diezelfde keuze met f5. En wit kan ook aan de damevleugel bijvoorbeeld a3 en b4 spelen om aan deze kant van het bord de positie open te breken. Dat is wel interessant in de komende zet. Als eerste zien we loper naar c8. Om de loper van deze diagonaal af te halen en op deze diagonaal te plaatsen. We zien de zet toren naar b1. We zien paard terug naar d8, wat ik zei. Beide spelers hebben dus de tijd om het langzamere zetten te maken, dus stukken te manoeuvreren, om bijvoorbeeld een aanval voor te bereiden met de zet f5 dus. We zien de zet a3 om dus b4 voor te bereiden en het is slechts een kwestie van tijd voordat de chaos op het bord begint. Dat de positie openbreekt, dat wilde ik eigenlijk zeggen. We zien dus het f5 op het bord van Jordan van Voorhees. Hij is de eerste die toeslaat met een pion break. We zien dat wit slaat, zwart slaat terug en wit doet hetzelfde aan de damevleugel met de zet b4. Zwart kiest ervoor om het paard terug te halen. Je kan ervoor kiezen om deze pion te slaan en een open lijn te creëren voor je toren, zeker een optie. Maar dat gaan we later in de partij nog zien. Het is natuurlijk ook zo dat als je hier slaat, dat wellicht wit met het paard kan slaan en opeens toegang heeft tot een aantal belangrijke velden. In deze positie is f4 heel sterk, maar dit is zeker gevaarlijk aan de damevleugel om het paard naar c6 te laten jumpen. We zien dus in plaats daarvan paard naar d7, we zien loper naar b2. Een opvallende zet, want zwart gaat hier voor de zet f4. Wat opvallend is aan deze zet, is dat je de loper dus weghaalt van deze diagonaal, waar het onder andere het f4-veld controleert. Dus de loper heeft helemaal geen actieve positie, actieve
Ja, actieve positie in de positie. Laat ik het zo zeggen. De loper is gewoon niet actief. Daar komt het op neer. We zien dus de zet F4. Paard naar E4. We zien dame naar D7. Zwart probeert langzaam maar zeker de stukken in de aanval te betrekken. We zien paard terug naar E1. En loper naar A6. Zwart kiest ervoor om de loper op deze diagonaal te plaatsen. Wel deze diagonaal, dus waar onder andere de F4-pion staat. We zien dat wit slaat. Zwart slaat terug met die loper en paard naar D3 wordt gespeeld. We zien dame naar H4 om simpelweg voor een schaakmat te gaan. Maar wit kan dat wel voorkomen door het paard te slaan. De toren slaat terug en we zien dus dat de aanval van zwart opeens in volle mate aanwezig is. Terwijl wit geforceerd is om een defensieve positie in te nemen. Zwart was de eerste die ging voor de aanval. En ondanks dat wit ook voor die aanval ging aan de andere kant van het bord, is alle focus nu gericht op de koningvleugel waar Jurre van Voorhees aan het aanvallen is. We zien de zet F3 in een poging de positie te stabiliseren. Paard terug naar F8. We zien, opvallend genoeg, dat de loper dus nu ook teruggaat naar het oorspronkelijke veld, het C1-veld, om toch op deze diagonaal zich te plaatsen en onder andere deze toren aan te vallen. De toren gaat terug naar F5. En we zien de zet F4 op het bord. Wit probeert voor een tegenaanval te gaan aan dezelfde kant van het bord. De pionnen aan deze kant van het bord, de spanning tussen de pionnen, wordt volkomen genegeerd door beide spelers. En we zien hier de zet dame naar F3. En dit is een gewaagde set, want wat wit eigenlijk zegt is dat het niet bang is voor deze aanval op de koning en gewoon zelf voor een aanval wilt gaan met de toren, met de dame op de koning van zwart. Maar zwart is steeds net wat sneller. Zwart kan hier slaan, de koning moet opzij. Dame naar H4 wordt gespeeld en hier moet wit eigenlijk simpelweg gaan voor de ruil van de dames. Het is mogelijk overigens om koning naar E3 te spelen. Dit is een van de beste zetten volgens de computer, maar jullie zien al hoe riskant dat eruit ziet. Onder andere de pion kan slaan en de koning in het centrum in het midden van het bord. Is over het algemeen onveilig als je koning naar E2 speelt, heeft zwart deze set om de dame te pinnen naar de koning. Dan is de partij direct voorbij, dan wint zwart de dame. Dus wit kiest voor de meest veilige optie. Een schaak wordt gegeven, maar het doel van deze set is natuurlijk om de dames te ruilen. We zien een belangrijke set. Paard naar G6. Jurre van Voorhees zegt, oké, die ruil van de dames, daar kan ik niet aan ontsnappen, maar laat ik het dan doen op mijn eigen termen. Want als wit nu slaat, kan je terugslaan met het paard. En is je paard opeens een stuk actiever dan het was op F8. We zien dat de pion in het centrum slaat. Loper naar F5 wordt gespeeld om onder andere een pin te creëren naar de toren en natuurlijk dit paard aan te vallen. We zien toren naar E1 om het paard te verdedigen. En hier gaat Van Voorhees voor de ruil van de dames. En de reden waarom in deze specifieke positie wordt gekozen voor de ruil van de dames en dus het ingaan van het eindspel, is omdat hier een combinatie plaatsvindt waarin zwart op de toren slaat. Let op, dit paard was dus gepind. We zien dat wit wel de toren terugslaat, maar dat zwart aan het eind van de lijn deze pion wint en het paard positioneert op dit E5 veld, een zeer goed veld voor dit paard natuurlijk. Je hebt direct al het gevaar van paard naar D3. Om de koning en de toren aan te vallen en dit paard is zeer goed gepositioneerd. We zien loper naar F1 om dit te voorkomen. We zien eindelijk dat zwart hier de pion slaat. Eindelijk wordt er iets gedaan met de pionstructuur aan de damevleugel. De hele partij heeft zich zo'n beetje afgespeeld aan deze kant van het bord, aan de koningvleugel. Maar nu de rust op het bord is wedergekeerd. Slaat zwart, wit slaat terug en kan zwart alsnog infiltreren op deze open lijn. We zagen een aantal zetten terug dat ondanks dat zwart een extra pion heeft, dat de stukken van zwart toch wel passief zijn. In ieder geval de toren en het paard zijn niet heel goed gepositioneerd op deze laatste rij. Maar door deze combinatie is de toren opeens super actief. Het is een kwestie van tijd voordat dit paard in het spel betrokken kan worden. En de positie is simpelweg winnend voor Jurre van Voorhees door die extra pion. We zien paard naar F6. Wit besluit te slaan. Best wel opvallende zet. Het is natuurlijk logisch dat je van deze loper af wilt komen, want het is ook een hele sterke loper. Maar als je minder materiaal hebt, is een vuistregel dat je geen materiaal wilt ruilen. Want hoe minder materiaal op het bord, hoe makkelijker het wordt om het extra materiaal om te zetten in een daadwerkelijke overwinning. Dat is in ieder geval vaak het geval, ook in deze positie. We zien toren naar C2. Een loper naar G5 natuurlijk. Paard naar E4. Koning F4.
En paard staat loper. Zwart is uiteraard wel tevreden als het materiaal kan ruilen. Dat gebeurt dus ook. We zien koning g7 om de pion te verdedigen. Koning naar f4. En zwart wint simpelweg een extra pion. En dit eindspel met de torens is simpelweg winnend. De toren van zwart is super gevaarlijk. Valt deze pion aan als de pion naar voren gaat. Dan gaat de toren ook naar voren om de pion alsnog aan te vallen. En deze pion, dat is een soort afleider in de positie eigenlijk. Wit moet zich bezighouden met deze pion, anders kan zwart die gewoon naar voren schuiven. En doordat wit zich moet bezighouden met de pion, kan zwart zich richten op deze kant van het bord, op de pion aan de damevleugel. We zien een aantal zetten later dat wit opgeeft in deze specifieke positie. Er is simpelweg niks dat wit kan doen. Je kan nu de pion winnen, maar zoals gezegd, dan slaat zwart hier. Heeft zwart al een vrij pion gecreëerd? De kans is heel groot dat deze pion ook verloren gaat. En dan is de positie uiteraard compleet verliezend. Jordan van Forest wint daarmee dus weer een hele mooie partij. Zoals altijd kijken we dan als laatste naar de tussenstand. En het team van Jordan van Forest, die vinden we terug op plek 2. Is omhoog geschoven na deze overwinning. Ook de teamoverwinning, niet alleen de overwinning van Van Forest. Van Forest speelt vandaag weer in ronde 7. Dus daar gaan we zeker naar kijken. Mocht je meer schaakanalyses willen zien, vergeet zeker niet te abonneren. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer.